Hallo allemaal, welkom bij de Casa Diva podcast, aflevering 140. Mijn naam is Agnes en ik ben de eigenaresse van Dutchful Diva, een webwinkel in handgeverfde garens en spinwol en nog meer handwerkartikelen. En dit is een podcast over breien, haken, spinnen, borduren, naaien. Je kunt het zo gek niet verzinnen of ik doe het wel. En vandaag neem ik je weer mee in wat ik zo gedaan heb in de afgelopen week. Deze week was een beetje een rare week. Ik werd maandag wakker met een heel dik en opgezwollen oog, mijn rechteroog. En het was helemaal rood en ik zag ook niet zo goed meer uit dat oog. En nou ja, goed, ik had zoiets van, wat is dit nou? Helemaal ontstoken was het. En ik denk, nou ja, goed, weet je, zo goed en zo kwaad als het ging, gewoon op maandag wel gewerkt. Maar ik ben niet deze sport. Ik was ook niet echt. Ik was ook verkouden en niet echt lekker in orde. En dat had ik de vorige week al. En nog steeds trouwens hoor. Ik ben nog steeds verkouden. Maar goed, dat oog dat staat dicht. Dus ik ben ook niet gaan sporten die dag. Dinsdag ben ik naar de huisarts gegaan en heb ik daar toch even naar laten kijken. Nou, bleek inderdaad gewoon ontstoken oog te zijn. Ik moest oogdruppeltjes halen, gewoon voor de ergste irritatie, zeg maar. Omdat het toch ook wel best wel droog was allemaal. En woensdag toen begon het andere oog ineens. En dat kun je misschien nog wel zien, want die is nog steeds rood. Toen zat ineens het andere oog werd helemaal rood en geïrriteerd. Deze die was weer een beetje beter. En toen begon het andere oog geïrriteerd te raken. En zo gaat het eigenlijk op en af. Het is nu inmiddels is het donderdag. Dit oog is nog niet helemaal beter. Deze die gaat inmiddels wel weer. Ik ben nog steeds wel aan het druppelen, want ik heb wel hele droge ogen. En het zijn gewoon ontstoken ogen. En waardoor de ogen precies ontstoken zijn, ja, dat konden ze me niet zeggen. Je kunt een bacteriële infectie hebben of een virusinfectie. En als het een virusinfectie is, dan kunnen ze er sowieso niks aan doen. En het vermoeden is ook dat het is. Als het een bacteriële infectie zou zijn, dan zouden ze dat eventueel op kweek kunnen zetten. Om te kijken wat voor soort bacterie het is. En dan kun je antibiotica krijgen. Maar het vermoeden is dat het gewoon ook mede door de hooikoorts, dat het allemaal is gaan irriteren. En dat het ervoor gezorgd heeft dat ik dus eerst in het ene oog en toen vervolgens in het andere oog een ontstoken oog kreeg. Dus ik heb me deze week daar een beetje druk mee gehouden. Ik heb natuurlijk wel gewoon gewerkt voor zover het ging. Ik bedoel, het was natuurlijk de eerste twee dagen sowieso met één oog dicht. Was het gewoon heel erg vervelend omdat je toch niet alles kunt zien wat je wil zien. En ook het tranen hielp niet mee. Maar goed, inmiddels is het alweer een stukje verbeterd. Het enige wat ik nog heb is dat dit oog gewoon nog steeds rood is. En alsof er ook adertjes gesprongen zijn. Dat moet als het goed is vanzelf weer wegtrekken. Maandag heb ik wel een poging gedaan. En dan gaan we maar meteen beginnen met het breigedeelte. Ik heb maandag wel een poging gedaan om een sok op te zetten. Want laatste ronde, de finale ronde van de Super Sock World Championship is natuurlijk nog aan de gang. Ik had de vorige keer al gezegd dat ik meest waarschijnlijk de Fluidity Socks zou gaan opzetten. Dat zijn deze sokken van Nicole Simmons. En dat heb ik inderdaad gedaan. Maandag heb ik de eerste sok opgezet. En dit is wat ik tot nu toe heb. Je kunt je voorstellen, dit gedeelte heb ik maandag gedaan. Want toen kon ik gewoon echt niks zien. En een 1x1 rib, dat ging nog wel. Dit gedeelte, daar moet je echt wel het patroon bij hebben. Want dat zijn allemaal gekruiste steken. En je moet goed opletten. Dus daar kwam ik dinsdagavond, heb ik daar een klein stukje van gebreid. En de rest heb ik woensdag gedaan. Het gaat dus niet zo snel, omdat ik dus inderdaad met een halve blik maar kon kijken op mijn patroon. Maar goed, er zitten nu, even kijken hoor, 1-2 repeats in. En er moet nog een derde bij en dan kan ik met de hiel beginnen. En dan, de andere sok heb ik nog niet eens opgezet. Dat kon ook niet, want ik had het op een balletje weer gewikkeld. En het andere draadje zit ergens halverwege. Dus ik kan niet twee sokken tegelijkertijd breien. Dus eerst moet deze zeg maar voorbij de hiel zijn. En dan kan ik die andere op gaan zetten. Want dan heb ik waarschijnlijk het andere draadje wel weer gevonden.
Maar dit zijn dus mijn Fluidity socks tot zover. En je ziet dat het allemaal met kabeltjes is. Het verspringt iedere keer. Het is niet een heel moeilijk patroon om te breien, maar je moet gewoon heel erg opletten. En met maar één oog ging dat niet zo geweldig. Dus ja, ik ben nog niet heel erg ver. Ik heb in principe volgens mij nog 6 dagen. Dus nou ja, met een beetje mazzel kan ik gewoon deze sokken afkrijgen. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Ja, en dan gaan we door naar de spinprojecten. Want niet dat ik al ergens aan begonnen ben, want het breien was al genoeg. Maar de vorige keer had ik het spinwolletje niet laten zien die ik wilde gaan spinnen. Dat is deze. Deze is van wol met verver. Dit is de Merino Nylon. En ik zal hem er eventjes uithalen. Dat je het beter zien. Ik ben er dus nog niet aan begonnen. Met blauw. En er zit hier wat geel in. Geel-bruin. En wat bordeaux donkerpaars. En voor de rest heel veel wit. Ik ben heel erg benieuwd hoe die er straks opgesponnen uit gaat zien. Maar zover ben ik dus nog niet. Ik heb het even zo. Kun je het iets beter zien. Dus dit is het wolletje wat ik straks ga spinnen. De Olympische Spelen, die volgens mij, het is vandaag de 8e als ik dit opneem. En volgens mij duurt het tot de 11e. En daarna gaan we over op de Tour de Femme. Dus we hebben nog even de tijd om te spinnen. Heel leuk trouwens, in de Dutch World Diva groep op Ravelry is er een nieuw draadje gestart. En dat is voor een kal, een samenbrei project. En in principe gaat het erom dat je dus met je eigen handgesponnen garen iets gaat breien. En er komen al heel veel ideeën voorbij van wat je eventueel met je handgesponnen garen zou kunnen maken. Zelf heb ik deze al heel lang op mijn lijstje staan. Dat is de Ariana van Amy Christoffers. Dat is een gratis patroon en dat kun je ook op Ravelry terugvinden. Althans, het patroon staat niet op Ravelry, maar op haar eigen website. Maar je kunt daar wel de link vinden. Ik zal natuurlijk de link naar Ravelry zal ik hieronder in de beschrijving neerzetten. Maar dat is, er komen heel veel leuke patronen voorbij die je zou kunnen maken met handgesponnen garens. Ik ben heel benieuwd. De call die loopt tot en met het eind van het jaar. Dus als je zelf ook nog handgesponnen garens hebt en je wil meedoen met die call. En het maakt niet uit of het nou breien is of haken hoor. Want een call kan staan voor knit along, maar ook voor crochet along. Ik ga waarschijnlijk haken. Want het patroon van Ariana is natuurlijk gehaakt. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Het idee om hem in hand gesponnen garen te maken is niet van mezelf. Want ik heb dat op Instagram. Een volger van me die had hem ook al een keer gemaakt in hand gesponnen garen. En dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik hem in mijn favorietenlijstje heb gezet. Dus ik ga kijken of ik die voor het eind van het jaar in elkaar kan zetten met handgesponnen garen. Ik heb natuurlijk best wel heel veel handgesponnen garen. Dus ik kan eigenlijk nu al aan de slag ermee. Maar voorlopig ben ik nog wel eventjes bezig met mijn sokken. Dus dat is iets voor later in het jaar. Maar als je zin hebt om mee te doen met de kal, met je handgesponnen garens, dan is er dus een extra draadje nu op Ravelry in de Diva groep. En dan kun je gewoon meedoen. Dan gaan we door met de naaiprojecten. Vorige week liet ik hem al stiekem zien, het nieuwe patroon van Love Notions. Het patroon dat heet Timbre, dat is deze. Het is een top en een jurk. En de timbre die wordt gemaakt van geweven stof. En ik had hem vorige week liet ik hem al zien in deze versie. Dat is in een viscose stofje, heel donkerblauw. Met een ovaaltjes erop. Ik heb de versie gemaakt met de knopenrij. Hij kan dus dichtgemaakt worden. Want ik zal hem hier nog even laten zien. Hij kan met een dichte hals gemaakt worden. En met een knopenrij. Hij kan met lange mouwen, met korte mouwen. Korte mouwen met een elastiek erin. Of een fluttersleeve volgens mij. Een vlindermouw. Ik heb hem dus in de korte mouwversie gemaakt.
En met de knoperij. En toen had ik deze af. Deze heb ik vorige week dus al gemaakt. En had ik al stiekem laten zien. En vorige week heb ik hem ook al gedragen. Hij zit echt super fijn. Het is zeker als het heel warm weer is, zijn dit soort blouses echt heel erg fijn. Vandaag heb ik nog snel even een ander blouseje in elkaar gezet. En dat is deze geworden. Deze versie staat eigenlijk niet in het patroon. Want in het patroon staat deze, heb je de dichte versie. Dus aan de voorkant gewoon helemaal glad. Een gladde top. Je hebt die met knopen. En ze ook helemaal recht, zeg maar. En je hebt de blouse met een roezel aan de onderkant. Maar die is ook aan de bovenkant is die dicht. En dat vond ik eigenlijk een beetje jammer. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb hem gewoon gecombineerd. Ik heb de bovenkant genomen van de blouse met knoop. En de onderkant van de roezel eigenlijk. Van de dichte top met roezel. En dat kan echt heel eenvoudig. Het voorpand en het achterpand is namelijk hetzelfde. Met uitzondering van de overslag natuurlijk om de knoopsgaten te maken. Maar als je de dichte top uitdraait, dan zie je daar een lijn op staan. En dat is de kniplijn die je moet gebruiken om zo'n roezel eraan te zetten. Die roezel staat ook in het patroon. Maar als je die kniplijn overbrengt op het patroondeel met de knopen, dan heb je natuurlijk gewoon nog een top, nog een variatie daarop. Dus ik heb het blousegedeelte met de knoperij, heb ik het onderste gedeelte eraf gehaald. En daar gewoon die roezel tegen aangezet. En dan heb je dus nog een variatie op de timbre top. Ik heb hem weer met de korte mouw gemaakt. Dat is nu met dit weer gewoon het lekkerste. De bovenkant wordt dus met elastiek gedaan. En aan de binnenkant heb je een billetband. Dat kun je zelf maken, dat kun je ook kopen. Ik zou het aanraden om het gewoon zelf te maken van dezelfde stof. Er zijn verschillende filmpjes op YouTube die dat uitleggen. En volgens mij heeft Love Notions zelf ook straks een filmpje hoe je billetband maakt. Het is dus een top met raglanmouwen. En ik heb hem dus gemaakt. Deze heb ik dus gemaakt in een viscose. En dit is een Swiss dot, noemen ze dat. En ik weet niet of je dat kunt zien. Maar er zitten dus allemaal geborduurde puntjes op. Dit stofje heb ik ook alweer heel lang in mijn stash zitten. Volgens mij alweer zeker een jaar of twee. En toen ik dit patroon zag, toen had ik meteen dit stofje in mijn gedachten. Maar ik wilde hem eerst een keer maken in een gladde stof. Want deze stof is ietsje zwaarder. En er zit ook een heel klein beetje rek in. En ik wilde hem dus eerst een keer maken in een gewone geweven stof. Voordat ik hem zou uitknippen uit deze. En toen ik die aan het maken was, kreeg ik dus het idee om die roezel onderaan de knoperij te zetten. Hij kan ook als een jurk gemaakt worden. Dan wordt het bovengedeelte wordt gewoon verlengd. Die kun je dus ook maken met een knoperij helemaal aan de voorkant. Of je maakt hem dus helemaal dicht. Maar ik zat dus te denken, als je nog meer roezels aan de onderkant maakt, dus hier nog onder nog twee keer een roezel aanzet, dan heb je in principe ook een jurk met stroken aan de onderkant. Dat kan natuurlijk ook heel erg leuk zijn. Dat vergt dus wel iets meer input van jezelf. Maar dat zou je vrij eenvoudig kunnen doen door nog meer stroken aan de onderkant vast te maken. Deze strook zou je ook nog langer kunnen maken. En dan bijvoorbeeld twee stroken eronder aan kunnen zetten. Waarbij je dus de tweede strook die je onderaan zet er ook weer aanrimpelt. En dan neem je ongeveer anderhalf keer de lengte van de eerste strook. Zodat je wel een mooie ruffel krijgt. Maar goed, dat is dus het nieuwe patroon. De timbre top. Of dress.
Ja, ik vind hem heel erg leuk geworden. Ik wilde hem ook meteen, toen ik hem zag, wilde ik hem eigenlijk al maken. Sowieso met dit stofje. Maar ik vind hem ook heel erg leuk gelukt in de viscose. En daar gaan er zeker meer van komen. Want ik zit er ook nog aan te denken om hem een keer te maken in een chiffon. Dat is een beetje een doorschijnende stof. Eigenlijk leuk patroon in ieder geval. De timbre is afgelopen dinsdag al uitgekomen. Ik had vorige keer gezegd dat hij op donderdag uit zou komen. Mijn fout, het was dus op dinsdag. Maar hij is tot aankomende maandag is hij nog in de aanbieding. Dan is hij $9,50 in plaats van de normale $12,50. En als je natuurlijk mijn code daarbij gebruikt, Dutch Diva Soos, dan krijg je nog eens 10% extra korting bovenop die saleprijs. Dus tot en met aanstaande maandag nog is het patroon van de timbre is dus nog in de aanbieding. En dan gaan we meteen door naar de Feature Friday, want ondanks dat er een nieuw patroon is uitgekomen, is er ook nog weer een Feature Friday. En het patroon wat deze week in de Feature Friday is, dat is de Olympia. Die had ik vorige week aan toen het zo warm was. Dat is deze jurk. De Olympia dress wordt gemaakt van tricot. Dus het is heerlijk om te dragen. Hij is er in twee verschillende versies. Een knielange jurk of een enkellange jurk. Ik heb hem in de knielengte gemaakt. En je kunt het met een korte mouw maken, een mouwloos of een lange mouw. En je zou de lange versie ook nog met een split aan de zijkant kunnen maken. En dat staat beschreven op de blog van Love Notions, hoe je dat het beste kunt doen. Zodat je nog een optie erbij hebt. Er zitten ook zakken in. Ik heb hem zelf twee keer gemaakt. Ik zal even het filmpje inplakken dat ik hem aan heb. En ik moet heel eerlijk zeggen, dit is de enige jurk die ik eigenlijk vaak draag. Omdat hij gewoon zo lekker los en luchtig zit. Het is echt een ideale jurk met dit weer. Ik heb hem dan in de knielengte gemaakt. Dat is voor mij lang zat. Maar de Olympia-dress die is dus deze week in de Feature Friday. Ondanks het feit dat er een nieuw patroon is uitgekomen. Dus ook gewoon een Feature Friday. $5 de hele vrijdag. En met de code Dutch Diva Soos krijg je ook daar gewoon 10% korting bovenop de saleprijs. Dus zowel met de timbre top als met de Olympia dress krijg je gewoon 10% korting bovenop de saleprijs. En dan heb ik nog als laatste de wollige weekend deal. Vorig weekend was het de Diva Sock Star die ik in de aanbieding had gedaan met 15% korting. En daar is heel goed gebruik van gemaakt. Ik heb behoorlijk wat pakketjes mogen verzenden deze week. Dit weekend gaat de Gleaner in de aanbieding. En die heb ik vorige week al eventjes laten zien. Dat is de pluizendief. Die is er in twee versies. Hij is er in de grote versie. Dat is deze uitvoering. En hij is er ook in een reisuitvoering. En die zal ik ook even in beeld brengen. Zowel de grote uitvoering als de reisuitvoering is dit weekend in de aanbieding. Dan krijg je 15% korting. En er zijn nu ook extra opzetstukjes te koop. Mocht je al een Gleaner hebben. Er zitten bij een Gleaner zitten drie opzetstukjes. De fijnste, het witte opzetstukje, dat is voor hele fijne stoffen. Zoals bijvoorbeeld tricot en viscose en bamboe, dat soort stoffen. Fijne stoffen dus. Het middelste opzetstukje, dat is eigenlijk het meest gebruikte. Dat is voor de normale stoffen, de truien, de mutsen, de handschoenen, sokken. Om pilletjes te verwijderen. En het derde opzetstuk, dat is voor de wat grovere stoffen. De bulky garens, de grof gebreide truien en dat soort dingen. De opzetstukjes waren in eerste instantie in Europa niet los te koop. Alleen in Canada en in Amerika. Maar ik heb inmiddels wel losse opzetstukjes kunnen inkopen. Dus mocht je al een Gleaner hebben waarvan de opzetstukjes een beetje versleten zijn, dan kun je dus nu ook losse opzetstukjes aanschaffen. Je koopt ze altijd per drie, dus je krijgt dan drie nieuwe opzetstukjes die je kunt gebruiken op je Gleaner als je die al hebt. De opzetstukjes die passen zowel op de grote uitvoering als de reisuitvoering. Die opzetstukjes zijn gewoon hetzelfde. Die passen dus op beide uitvoeringen. Dus de Gleaner is deze week de wollige weekenddeal. 15% korting het hele weekend van vrijdagavond 8 uur tot zondagavond 12 uur. Krijg je dus 15% korting op de Gleaner. En dat was het alweer voor vandaag. Ik ga de podcast afsluiten en snel editen.
zodat die online kan staan voor morgenochtend. Want morgenochtend ga ik gezellig bij Natasja op de koffie met een breiwerkje erbij. En dan kom ik niet meer toe aan het editen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te kijken. Geef even een duimpje omhoog als dat zo is. En mocht je nou nog niet geabonneerd zijn, klik dan even op het knopje hieronder. Dat kost jou verder niks, maar je doet er mij een heel groot plezier mee. En dan wens ik je nog een hele fijne ochtend, middag of avond, wanneer je ook maar zit te kijken. En tot de volgende maar weer. Doei!